kijken bij gaswisseling. Gaswisseling bij ons, de mens. Maar dit geldt natuurlijk ook voor andere zoogdieren. Ik heb hier een half longblaasje getekend. Half omdat ik de ruimte nog voor iets anders nodig heb. Het longblaasje, dat is extreem klein. Ja, daar heb je er heel veel van om aan oppervlaktevergroting in je longen te doen. We zien hier een bloedbaan om het longblaasje heen lopen. Daarin komt dit bloed komt van een ader en van het hele lichaam. En het is dus hoge concentratie CO2, lage concentratie zuurstof. Maar we hebben net een verse teug lucht genomen. En dit is dus een hoge concentratie van zuurstof en er zit weinig CO2 in. Dus die twee stoffen kunnen mooi uitwisselen, die kunnen diffunderen. De zuurstof diffundeert hier de bloedbaan in en mijn CO2 diffundeert naar buiten. En waar ik je even je aandacht op wil vestigen is dat dit staat vaak in het boek getekend als gewoon een lijntje. Maar let erop dat hier zo, als ik dit deel vergroot, dan heb ik dus de cellen die mijn longblaasje maken. En ik heb de cellen die mijn bloedvat maken. En ik heb mijn rode bloedcellen. Dus je moet maar eens nagaan, ja, als zo'n zuurstofmolecuul van hier naar die rode bloedcel moet. Hoeveel celmembranen die moeten passeren voordat die op plaats van bestemming is. Nou, dat is dus iets om over na te denken. En dat gaat allemaal puur door diffusie. Daarom hebben we dus dat enorme oppervlakte nodig van al die longblaasjes. Extreem klein dus. Dus op het moment dat bloed daarom heen stroomt, zit het ook in een haarvat, is die stroomsnelheid mooi laag en kan er dus goed uitwisseling van stoffen plaatsvinden. Nou, wat gebeurt er? Ik wil eerst naar een lichaamcel, dat is deze kant van het bord. Hierboven heb ik een klein deel nog van een lichaamcel gemaakt en die lichaamcel, laten we het een spiercel noemen, die is aan het bewegen, dus die produceert CO2 en die neemt zuurstof op. Nou, dat CO2, zoals je dat in scheikunde gewend bent, ja, gaat het een verbinding aan met water, wordt H2CO3, waterstofcarbonaat, biwaterstofcarbonaat. En dat kan weer verder reageren. Dit zijn natuurlijk allemaal reacties die twee kanten uit kunnen lopen. In H+ en HCO3-. Nou, die H+, daar ga je op letten. Die H+, samen met het hemoglobine waar zuurstof aan gebonden zit, ja, dat losse proton hier, die duwt zuurstof uit zijn bindingsplaats van hemoglobine. Dus door die zure omgeving komt dat evenwicht net anders te liggen en stoot dat HB, dat hemoglobinegehalte, stoot dat zuurstof uit die bindingsplaats en die wordt dus in beslag genomen door waterstofion. Dat zuurstof kan dan mooi worden opgenomen door die actieve lichaamcel. Dan zitten we hier natuurlijk in een lichaamcel, dan gaat deze rode bloedcel die gaat weer terug. Terug richting de longen. En wat er dan bij de longen gebeurt is eigenlijk het tegenovergestelde als wat er in die lichaamcel gebeurt. Dat zuurstof samen met dat HHB, ja, die proton in dat hemoglobine, dat wordt weer een proton en hemoglobine wat gelinkt is met zuurstof. Die H+, samen met dat waterstofcarbonaat, zorgt weer voor water en voor CO2. En die CO2 die komt hier vrij en kan uit de bloedbaan diffunderen naar het lumen van de longen en kan daardoor uitgeademd worden. Vrij complexe toestand, complexe situatie. Ja, deze proton en die zuurgraad die zorgt voor het zogenaamde Bohr-effect of Bohr-shift, als je dat in Engelstalige sites wil opzoeken. En dat zorgt ervoor dat er hier nog meer zuurstof vrijkomt dan dat je kan voorspellen op basis van diffusiewetten. En dat scheelt dus, want dan is er in die actieve lichaamcellen nog meer zuurstof beschikbaar. Dat waren de belangrijkste punten. Grote oppervlakte, ja, hier stroomt het bloed langzaam. Uiteindelijk dus, na dit hele verhaal, was ik bijna vergeten. Ja, na dit hele verhaal is, als dat bloed uit die longen gaat, hebben we dus een hoog zuurstofgehalte en een laag CO2 gehalte. Maar dat spreekt voor zich. Goed, dit was even in een notendop gaswisseling. En ik hoop dat je er iets van hebt. Succes!